Maurice, ja, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja, als je hem bekijkt dat je nog volledig de kans hebt op de play-offs, dan zeker. En ja, alles ligt open. We moeten in ieder geval zelf winnen. Dan zijn we afhankelijk van de andere uitslagen. Zo simpel is het. Hoe vervelend naar is het dan dat je spits Mike van Duinen wellicht er niet bij is? Nou, dat wellicht, dat kun je weglaten. Die is er zeker niet bij. Wat is het probleem? Nou, hij heeft een probleem aan zijn knieën. We moeten de komende tijd afwachten hoe serieus dat is. Maar dat hij zondag niet speelt is uitgesloten. Dus dat betekent Poupon in de spits? Weet ik nog niet. We hebben Poupon en we hebben Kolk en we hebben Vicento die op de weg terug is. Dus morgen moeten we kijken hoe Vicento opgedroogd is vandaag. Dan zullen we kijken hoe iedereen ervoor staat. Even verder gaan over Poupon. Het gonst in de media. Poupon zou weg mogen. Tenminste, als er een goed bod komt, dan werkt ADO mee. Ja, dat hebben we nog niet. Ik heb dat intern wel besproken. Maar met Poupon ga ik volgende week eens rustig rond de tafel zitten. Hoe gaan we het seizoen eens evalueren. En hoe wij erin zitten en hoe hij erin zit. En dan zal er uiteindelijk een conclusie uitkomen uit zo'n gesprek. Maar dat zou de uitkomst kunnen zijn? Zou kunnen, maar je kan misschien ook wel tot een andere conclusie komen. En dat moeten we volgende week afwachten. Omeru er niet bij. Wat is zijn status met betrekking tot volgend seizoen? Is daar al duidelijkheid over? Ja, wij hebben ons bij Chelsea gemeld dat we hem nog minimaal een jaar willen houden. Hij wil dat zelf ook, tenzij hij daar in de basis gaat spelen. Alleen we zijn afhankelijk wie daar de manager wordt en wat hij van hem van plan is. Dus de kans is dat hij de voorbereiding meedoet bij Chelsea. En als hij niet aan spelen toekomt, dat hij dan naar ons toe komt. Maar je gaat er vanuit, het begin van de voorbereiding is hij er niet bij ADO? Nee, daar ga ik wel vanuit, ja. Ja. Dan weer even terug naar zondag, de hoofdzaak. Ja, hoe gaan jullie daar spelen? Want jullie moeten winnen, dat is een duidelijke opdracht. Maar ja, om nou blind naar voren te lopen, dat is dan ook weer lastig. Nou ja, goed, wij gaan zo spelen als elke week met de intentie om te winnen. Dat hebben we afgelopen zondag ook gedaan tegen Feyenoord. En, hoe belangrijk was die wedstrijd van Feyenoord juist in aanloop nu naar Zwolle? Ja, die heeft natuurlijk de ploeg, als het goed is, een onwijze boost gegeven. Als je thuis tegen een van de titelkandidaten voorkomen terecht met 2-0 wint, ja, dat doet wat met de groep. En zeker na 6 hele slechte wedstrijden. Dus ja, alles is gefocust om zondag te winnen. En dan moet uiteindelijk blijken of winst genoeg is ten opzichte van de andere uitslagen. Hoe vervelend vind jij het dat die wedstrijd op kunstgras moet worden gespeeld? Nou, dat is jammer, want daar zijn wij niet gewend om op te spelen. Zo simpel is het ook. Je traint nu vandaag op kunstgras. Hebben jullie niet overwogen om de hele week op kunstgras te trainen? Nee, dat hebben we ook met de dokter besproken. Als je de hele week op traint en je traint het hele jaar niet, dan kan dat toch fysieke klachten geven. Dus 2 keer trainen en 1 keer spelen is de meest ideale voorbereiding. Hoe groot acht jij de kans dat we hier volgende week weer staan? Ja, die acht ik wel groot, ja. Want ik hoop dat de andere ploegen hun sportieve plicht doen en dat wij gaan winnen in Zwolle. En alles ruikt ernaar dat wij daar gaan winnen. Met alle plezier stel je de vakantie nog even uit? Ja, absoluut. Maar die vakantie die is sowieso die is pas na onze trip naar Curaçao gepland. Dus we hebben al een alternatief programma voor als we de play-offs halen. Dus dat is allemaal in kannen en kruiken.